Welk muziekinstrument heb jij in huis? En op welke speel je regelmatig? Wordt er bij jou thuis wel eens gezongen? Hè? Zo ja, wat zing je dan? Het Reformatorisch Dagblad deed onderzoek naar muziek in huis. Uit de resultaten komt naar voren dat in bijna 9 op de 10 huishoudens in reformatorische kring 1 of meer instrumenten aanwezig zijn. In 3/4 van de gevallen worden ze ook daadwerkelijk bespeeld. Minstens 1 keer per maand. Het gaat om een breed scala aan instrumenten, variërend van orgel, piano en keyboards tot blokfluit, elektrische gitaar, drumstel. Het vaakst worden de blokfluit en het orgel genoemd. Onder degenen die in de huishoudens een instrument bespelen, neemt het orgel de grootste plaats in. Uitgesplitst naar geslacht valt het verschil in voorkeur tussen musicerende vrouwen en mannen op. Bij vrouwen voert de blokfluit de lijst aan, bij de mannen daarentegen staat het orgel met stip bovenaan. Dan iets over het zingen. In bijna de helft van de huishoudens, ruim 46%, wordt met enige regelmaat samen gezongen. En ruim 1/4 van de respondenten geeft aan dat dat af en toe gebeurt. Bij het zingen nemen vooral de psalmen een grote plaats in. In 86% van de huizen waar gezongen wordt, klinken de psalmen in de berijming van 1773. En bijna 10% zingt uit de berijming van Dateen. De bundel van Johannes de Heer staat op de tweede plek. Dan nog de vraag waarom mensen eigenlijk muziek maken in huis. Nou, zegt 46%, dat is vooral om te ontspannen. In zo'n 1 op de 3 huishoudens is huisgodsdienst de belangrijkste reden om muziek te maken. Voor dit onderzoek dat we als muziekredactie het afgelopen najaar hebben uitgevoerd, hebben we ruim 1000 reacties verwerkt van huishoudens. Een huishouden dat kan zowel een heel gezin zijn als bijvoorbeeld singles. Per huishouden vulde 1 persoon de vragenlijst in en hem of haar werd ook gevraagd over gegevens over eventuele andere huisgenoten. Dat levert hele boeiende resultaten op. Wel kan het zijn dat ons onderzoek vooral de muziekliefhebbers heeft getrokken uit de reformatorische gezindten. Het kan dus zijn dat de echte cijfers nog een stukje lager liggen. Als muziekredacteur is het heel leuk om al die resultaten door te kijken. Heel veel mensen hebben ook een persoonlijke reactie gegeven over hoe zij omgaan met muziek in huis. En een van de dingen die mij opviel is bijvoorbeeld de populariteit van het orgel. Orgel wordt heel vaak gebruikt als het begeleidingsinstrument in de reformatorische kerken om de gemeentezang te begeleiden. Nu zie je bijvoorbeeld dat orgel veel minder populair is onder de jongere generatie dan onder de oudere generatie. Bijvoorbeeld boven de 25 speelt ruim 1 op de 3 mensen het orgel, terwijl onder de 25 jaar is dat nog maar 1 op de 5 mensen. En dat werpt bijvoorbeeld de vraag op, hoe zal het in de toekomst gaan met de begeleiding van de gemeentezang? Kunnen we voldoende mensen vinden die op die orgelbank plaatsnemen? Als je meer interessante feiten over dit onderzoek wilt lezen of persoonlijke verhalen over hoe mensen thuis muziek maken, dan volg je de serie Muziek in Huis tot 21 februari in het Reformatorisch Dagblad en op id.nl.